Dag jongens en meisjes van het zesde jaar. Ik hoop dat alles goed gaat met jullie, dat jullie de coronaperiode toch op een goede manier kunnen doormaken, dat er niet al te veel problemen zijn bij familieleden of bij je vriendenkring en dat je toch wat hebt kunnen genieten van de paasvakantie. We gaan beginnen aan het tweede deel van het tweede semester. Dat zal er anders uitzien natuurlijk dan dat we gewoon zijn. Wat evaluatie enzovoort betreft, daar zijn we met de school nog aan het overleggen hoe we alles zullen aanpakken. Dat is allemaal afhankelijk natuurlijk ook van wat de regering zegt. Maar zeker is wel dat jullie leerstof moeten verwerven en verwerken. En dat zal dus van op afstand moeten gebeuren. Dat is anders dan een gewone klassituatie natuurlijk, omdat het, als we met een filmpje werken, nogal eenrichtingsverkeer zal zijn. Normaal is het interactief. Maar ja, anders ook dan bij de opdrachten die je al gekregen hebt de afgelopen weken, zal je na aflopen hiervan geen oplossingenmodel of verbetersleutel of notities krijgen. Die moet je nu zelf nemen, alsof je zelf in de les zou zitten. Je kan het filmpje wel op eigen tempo afhandelen natuurlijk. Ik ga nu en dan het filmpje of de opname toch stopzetten, om je de kans te geven om een ander filmpje te bekijken of audiomateriaal of tekstmateriaal, naar gelang. Om dan daarna wat je gelezen of gezien hebt of gehoord hebt, zogezegd te bespreken. Klassikaal. Alhoewel het dus eenrichtingsverkeer zal zijn. Het is de bedoeling dat jullie daarbij dus zelf notitie nemen en noteren wat je zelf belangrijk vindt. Ik ga wel achteraf uiteraard in het leerstofoverzicht met het oog op evaluatie op het einde van het jaar, toch de dingen aanhalen of aanstippen die belangrijk geacht worden, waarvan ik denk dat je ze toch zo goed onder de knie moeten hebben, net zoals ik altijd doe. Het eerste hoofdstukje waar we het nu na de vakantie over zullen hebben is sociolinguïstiek. Dat is eigenlijk wel een plezant hoofdstuk, vind ik. Niet zo zwaar als literaire lessen, heel concreet, denk ik. En vandaar dat ik dat onderwerp gekozen heb om eens mee te starten. Sociolinguïstiek, en daar begin ik dus al mee. Sociolinguïstiek is een samentrekking van sociaal en linguïstiek. Sociaal, dat ken je. Het gaat dus over maatschappelijke factoren. En linguïstiek, dat betekent taalkunde. Dus de vraag die we ons in dit hoofdstuk stellen is: welke invloed hebben maatschappelijke factoren op ons taalgebruik? Je zal zelf ook wel al gemerkt hebben dat bepaalde groepen van mensen een ander taalgebruik hebben dan andere groepen. Taalgebruik hangt af van je leeftijd uiteraard. Kleine kinderen spreken anders dan volwassenen. Taalgebruik hangt af van het beroep, van je opleiding. Dokters spreken anders dan pakweg landbouwers. Ik bedoel dat niet denigrerend, maar die hebben wel een ander taalgebruik. Zelfs jongens spreken anders blijkbaar dan meisjes. Dus al die sociale factoren beïnvloeden het taalgebruik van mensen en in dit hoofdstuk sociolinguïstiek gaan we daar dus op in. Wat zal je nodig hebben? De lesmaterialen site zou je moeten klaarstaan hebben. Je zal je handboek eventueel ook hier en daar wat nodig hebben, alhoewel het heel beperkt is. Als je je handboek niet bij hebt, dan is dat eigenlijk geen groot probleem. Er zijn ook andere manieren om de leerstof te volgen. Dat zien we dan op dat moment wel. En je hebt uiteraard ook notitiemateriaal nodig. Misschien kan je dat digitaal, terwijl je toch aan de computer zit. Je mag me natuurlijk bij onduidelijkheden of andere vragen mag je mij altijd contacteren, uiteraard via Smart School. Je mag zelfs telefoneren. Het kan ook via een chat als je dat graag wil. Alle mogelijkheden zijn er om contact op te nemen indien dat nodig is. Voilà, daar gaan we van start. Dus ik hoop dat je de lesmaterialen site klaarzet, dat je notitieblok klaar ligt of eventueel dat je klaar bent om digitaal te noteren en dan kunnen we beginnen. Voilà, ik hoop dat jullie de lesmaterialen site klaarstaan hebben op Nederlands 6. Ik zal die even delen met jullie op het scherm. Dan zal je zien dat helemaal onderaan je daar een link vindt naar sociolinguïstiek, dus naar al het materiaal dat bij dit hoofdstuk hoort. En de eerste knop die je daar vindt is de cursus zelf. Je hoeft die uiteraard niet af te printen. Ik stel voor dat je gewoon ergens op een apart blad notitie neemt of digitaal, zoals je zegt.
Je merkt dat we beginnen met een tekst al onmiddellijk die al een stuk theorie geeft. Niet heel het hoofdstuk zal alleen maar theorie zijn, hoor. Er zit heel veel praktijk in. Maar we moeten toch een aantal termen eerst even aanreiken. Het gaat over taalvariatie in Vlaanderen. Er staat ook, je krijgt per pagina 1 minuut de tijd om die tekst te lezen. Dat kan je nu natuurlijk wel op eigen tempo doen. Dat was klassituatie. Maar ik raad u aan om de oefening eens behoorlijk uit te voeren. Namelijk, de opdracht is om de informatie die op die pagina's gegeven wordt schematisch voor te stellen. Je hoeft dat niet tot in detail te doen, maar je zou toch aan de hand van je schema zeker deze begrippen moeten kunnen verklaren of kunnen duiden. Men spreekt over een variatiekegel. Waarom spreekt men over een kegel? Wat bedoelt men met verticale en de horizontale as van de kegel? Wat zijn situationele tegenover sociale variaties? Wat bedoelt men met persoonlijk taalrepertorium? Wat is een style shift? De twee tendensen die men in de variatielinguïstiek onderscheidt zijn pluricentralisme en democratisering. Wat bedoelt men daarmee? Het zijn al hele moeilijke woorden. Neem dus eens uw tijd om die tekst grondig door te nemen, om te schematiseren en dan gaan we dat dus overlopen. Voilà, ik hoop dat jullie de tekst grondig doorgenomen hebben en dat je een schema hebt opgesteld. Dat zal waarschijnlijk lichtjes afwijken van het schema dat ik heb opgesteld en daarom niet minder goed zijn. De bedoeling is alleen dat je er natuurlijk uit kunt afleiden bij studie wat al die termen die je moest kennen betekenen. Ik zal dus mijn voorstel met jullie delen. Voilà, het ziet er een beetje slordig uit. Het is zoals ik het op het bord zou hebben geschreven. Het gaat dus over een kegel. En wat stelt die kegel voor? Die stelt alle taalvariatie voor. Je hebt namelijk onderaan de kegel de dialecten. Die variatie is groot, vandaar dat we een breed oppervlak hebben onderaan. En men noemt dat regionale taalvariatie, want dialecten die verschillen van dorp tot dorp, van regio tot regio. Als je horizontaal over het aardoppervlak gaat, dan kom je verschillende dialecten, verschillende talen zelfs tegen. Dus dat is horizontale taalvariatie. Dat zijn de dialecten en die variatie is zeer groot. Dan is er een continuum naar standaardtaal toe. De top van de kegel is standaardtaal. Nu, niemand spreekt nog echt standaardtaal, dat is een artificiële taal. Maar tussen die varianten, tussen de standaardtaal en de dialecten, zit een heel continuum aan verschillende variaties. Een continuum, dat betekent een langzame overgang van verschillende taalvariaties. Het is niet zo dat je kunt zeggen, hier stopt het dialect, daar wordt het tussentaal, daar wordt het standaardtaal. Dat kan ik niet zeggen, dat is een continuum. En tussen dus die standaardtaal en de dialecten, die veel breder verspreid zijn uiteraard dan die standaardtaal, zit een heel continuum aan variaties waarvoor men verschillende termen bedacht heeft. En die termen drukken wel uit hoe de gebruiker van die term over die talen dacht. De meest voorkomende term die gebruikt wordt is tussentaal en daarnaast ook verkavelingsvlaams. Waarom verkavelingsvlaams? Dat is een term die uitgevonden is door Geert van Istendaal, een schrijver, filosoof, taalkundige, die stelde dat als mensen in een verkaveling komen samenwonen, dan gaat men, ja, dat zijn mensen die vanuit verschillende regio's komen en dus eigenlijk een ander dialect spreken heel vaak, dan gaan die zoeken naar een overkoepelende taal, waardoor ze elkaar begrijpen. Nu, dat is geen standaardtaal, dat is iets tussen hun dialect en de standaardtaal. Net genoeg standaardtalig, zal ik maar zeggen, om elkaar te begrijpen, maar toch nog heel lijkend op dialect. Dus dat is een tussentaal of verkavelingsvlaams. Dat is een heel continuum dus, zoals gezegd. En elke spreker kan eigenlijk prikken op die kegel welke variant hij gebruikt. En je kunt in verschillende situaties kiezen voor een verschillende variant, maar ze hangt ook af van de sociale achtergrond. Dus daar waar we het hier hadden over regionale taalvariatie, horizontaal, de dialecten, hebben we ook een verticale taalvariatie die afhangt van situatie en van sociale factoren. Dus een situationele en sociale taalvariatie. Het hangt af van de sociale achtergrond van de spreker, welke taalvariant hij kiest. Iemand die hoger socio-economisch opgeleid is, die zal meer neigen naar standaardtaal, in de richting van standaardtaal. Iemand die lager socio-economisch opgeleid is,
die zal meer neigen in de richting van dialecten. Dat zijn factoren die dus bepaald worden door sociale achtergrond. De situatie bepaalt ook welke variatie je gebruikt. In formele situaties ga je veel meer neigen naar standaardtaal, terwijl in informele situaties ga je meer neigen naar dialect. In een klassituatie word je geacht om formeel te spreken. Thuis ga je veel informeler spreken en neigt dat al veel meer naar dialect. Nu is het natuurlijk wel zo dat vandaag de dag wordt gezegd dat jongeren hun dialecten niet meer kennen. En die gaan dus eerder iets hoger zitten in de kegel dan bijvoorbeeld oudere generaties die dialecten wel nog kennen en gebruiken. Maar het punt is dus dat je eigenlijk een variatieruimte hebt. Iedereen heeft een variatieruimte, een ruimte van verschillende taalregisters, taalvarianten waaruit hij kan kiezen. En je kan dus een style shift doorvoeren. Een style shift is mogelijk. Je kan kiezen om een andere taalvariant te gebruiken afhankelijk van de situatie. En eigenlijk liggen daar twee principes aan ten grondslag. Dat is taalaccommodatie. Accommoderen wil zeggen dat je je afstemt op de situatie of op je sociale status. Je zal bijvoorbeeld in een schoolse situatie, opnieuw hetzelfde voorbeeld, dat is een situatie waarin je eerder naar een formele, dus een hogere taalvariant, hoger dan in de kegel, taalvariant zal kiezen. Terwijl ook sociale factoren, naast die situationele, kunnen ook sociale factoren spelen. Als je bijvoorbeeld tegen een hoger geplaatste moet spreken, dan ga je ook eerder naar een variant grijpen die dichter staat bij standaardtaal dan dat je naar een variant zou grijpen die dichter staat bij dialect. Als je op gelijke hoogte bent tegenover je vrienden, ga je rapper naar dialect grijpen. Dat is één principe dus, taalaccommodatie. Een ander principe is het samenwerkingsprincipe. Uiteraard ga je altijd proberen een taal te kiezen waarbij men je begrijpt. Als wij als West-Vlamingen Limburgers op bezoek hebben, dan gaan wij ons aanpassen, zij zich ook, zodat we elkaar begrijpen. Dus je zal een andere variant kiezen dan die je normaal met streekgenoten zou spreken. Ik woon zelf naast een Hollandse, die spreekt dus nog half Hollands. Ik spreek daar anders tegen dan tegen iemand die echt in West-Vlaanderen geboren en getogen is. Je doet dat soms onbewust. Dat is dus dat samenwerkingsprincipe om elkaar te begrijpen. Taalaccommodatie is je aanpassen aan de situatie, omdat je in een bepaalde status zit of in een bepaalde situatie waar eerder formeel dan wel informeel zou moeten gesproken worden. Er zijn twee tendensen merkbaar. Ik merk ook dat mijn schermpje gaat eens verplaatsen. Ik weet niet of je dat ook ziet dan. Maar er zijn twee tendensen bij die kegel. Namelijk, de basis komt dichter bij de top meer en meer. Dat betekent dus dat die kegel kleiner wordt. Hoe komt dat? Dialecten en standaardtaal gaan dichter bij elkaar liggen, blijkbaar omdat de variatie tussen die dialecten en de standaardtaal afneemt. Er worden minder varianten gebruikt dan een aantal decennia geleden. De variatie neemt af. Maar ook de top plat af. Het is dus geen kegel met een spitse top, het is een kegel met een afgeplatte top. Waarom? Omdat meer en meer de tussentaal wordt gesproken en nog heel weinig mensen die echte topstandaardtaal spreken. Het is maar in uitzonderlijke situaties op televisie bijvoorbeeld en dan nog dat er echt standaard Nederlands wordt gesproken. En hoe komt dat? Er zijn oorzaken voor die twee tendensen. Namelijk, het Nederlands wordt pluricentrisch. En wat betekent pluricentrisch? Pluri is meer. En centrisch dus centrum, uitgangspunten, referentiepunten. Er zijn namelijk twee standaardvormen die erkend worden. Namelijk het Belgisch-Nederlands en het Nederlands-Nederlands. Eigenlijk zijn er zelfs drie. Het Surinaams-Nederlands is eigenlijk ook een officiële vorm van het Nederlands. Maar dus in onze regio twee standaardvormen waaruit je kan kiezen of die dus aanvaard worden. Dat betekent dus dat die top, de echte standaardtaal, dat die eigenlijk niet bestaat en dat dat dus een breder vlak is. Je hebt meer varianten dan dat er maar één
standaardtaal zou zijn natuurlijk. En een tweede oorzaak van die tendensen is dat taal gedemocratiseerd wordt, dat het allemaal zo strikt niet meer is als een aantal decennia geleden. Het wordt informeler, het wordt minder streng. Je kan in bepaalde situaties gemakkelijk naar een tussentaal grijpen zonder dat je daarop aangesproken wordt. Op televisie bijvoorbeeld ziet men ook al dat het Nederlands in soaps dat aanvaard wordt als een soort van... het is geen standaardtaal, het is een tussentaal, maar het wordt bijna de norm. Men kijkt er niet meer van op dat in tv-soaps dergelijke taal wordt gesproken. Dus die democratisering van de taal is dus wel degelijk een feit. Voilà, dat was eigenlijk de inhoud van de tekst. Ik ga even stoppen om naar het volgende punt te gaan dan. Het volgende stukje gaat over wat je Nederlands over jou verklapt. We hebben al gezegd dat je taalgebruik afhankelijk is van bepaalde factoren, sociale factoren. Ook situationele factoren, maar hier gaat het even over die sociale factoren. Als je dat idee in je achterhoofd houdt, dan kan je natuurlijk ook besluiten dat je taalgebruik ook iets zegt over jou. Als jij formeel spreekt, als jij standaard Nederlands spreekt, terwijl iemand die altijd maar plat dialect spreekt, dan kan je van opmaken dat de een hoger opgeleid zal zijn, waarschijnlijk, dan de ander. En daarover gaat deze tekst hier, wat je Nederlands over jou verklapt. Ik ga toch even niet de inleiding, maar de eerste alinea van die tekst lezen, omdat die heel goed verwoordt waar het eigenlijk over gaat en waar de oefening dan ook mee te maken heeft. Ik ga het nog eens delen. Voilà. Niemand praat altijd hetzelfde. We hebben allemaal complexe persoonlijkheden en in uiteenlopende situaties laten we verschillende kanten van onszelf zien. Ook met je kleding gaat het zo. Je collega die jou dagelijks keurig in pak op kantoor ziet verschijnen, weet misschien niet dat jij in het weekend de hele dag in je pyjama voor de tv hangt. Of juist strak in het wielerpak de fietspaden onveilig maakt. Je taalgebruik stem je net zo goed af op de situatie, maar ook op je gesprekspartner en het gespreksonderwerp. Je kan dat inderdaad vergelijken met kledij. Kledij is afhankelijk van de situatie, is afhankelijk van je status. Net zoals je taal afhankelijk is van situatie en status. Met je baas praat je formeler dan met je beste maat en verder maakt het verschil of je met diezelfde baas over beleidszaken spreekt of over je huisdier. Kortom, mensen hebben verschillende identiteiten die ze hoorbaar maken in hun taalgebruik. Met taal laat je bovendien zien bij wie je horen wilt en bij wie niet. Dat zie je bijvoorbeeld aan jongeren die onderling woorden gebruiken waar hun ouders niets van begrijpen. Zo heb je bijvoorbeeld straattaal inderdaad, waar jongeren zich pertinent willen onderscheiden van ouderen, maar ook waar jongere groepen zich soms van andere groepen willen onderscheiden. Je kent dat gevoel, denk ik wel. Als je in een jeugdbeweging bent, en hebt zo je eigen taaltje gecreëerd, dat echt van je eigen peergroup is, van je eigen vriendenkring. Ja, dan is dat iets om... Ja, het is alsof je daar een eigen identiteit mee uitdrukt. Op basis van één gesprekje breng je dus niet meteen iemands identiteit volledig in kaart, maar er zijn wel een aantal aanwijzingen in het taalgebruik van mensen die iets prijsgeven over een achtergrond. Je kan dus op basis van iemands taal toch wel een en ander zeggen over die persoon. Die aanwijzingen worden voornamelijk bestudeerd door sociolinguisten. Dus die term moet je natuurlijk kennen. Sociolinguistisch. Socio is sociaal, sociale factoren. Linguisten zijn taalkundigen, want lingua is taal. Dus sociolinguisten bestuderen de samengang tussen sociale factoren en taal. We zetten enkele van hun handvatten op een rijtje. Beeld je een feestje in met voornamelijk wildvreemden die, toegegeven, lukraak bij elkaar lijken te zijn gezet. Je vangt hier en daar een flart van een gesprek op. En dan zou je zelf eens moeten notitie nemen. Overlopen ze die verschillende stukjes. Wil jij ook nog wat fijn? Alleen nog eentje dan. En die stukjes die ook op de volgende bladzijde staan. Aan de hand van die uitspraken alleen al kan je bepaalde kenmerken van die mensen onderscheiden. Ik geef jullie wat tijd om dat eens te lezen en we gaan ze daarna eens overlopen. Dus maak eens die oefening, noteer eens wat je uit die verschillende uitspraken kunt afleiden. Oké, we gaan eens overlopen. De verschillende taaluitingen zijn dus taaluitingen waar je bepaalde kenmerken van mensen kunt uit afleiden. En dat is dus de bedoeling van die oefening, hè. Dat is dus echt wel sociolinguïstiek wat we hier aan het doen zijn.
Als iemand zegt, wil jij ook nog wat wijn? Ik kan het niet helemaal correct nadoen, denk ik, maar toch. Dan kun je daar een en ander uit afleiden, hè? Die we in plaats van de we. Wij Belgen, wij maken een bilabiale we. Wij laten de lucht tussen onze lippen naar buiten glijden. Men noemt dat bilabiaal omdat je dus de twee lippen gebruikt. Terwijl in Nederland is er een grote tendens, bijna iedereen doet het daar, om van de we een labiodentale te maken. Met andere woorden, om de onderlip tegen de tanden te zetten. En eigenlijk bijna een v te zeggen. Iets wat tussen een we en een v zit. Dus je kan eigenlijk al afleiden uit dat ene zinnetje dat die persoon van Nederland zal komen. En meer nog, uit die I, wil jij, in plaats van jij. Dus een meer A-gerichte diftong of tweeklank. Daaruit kan je afleiden dat die persoon uit Randstad zou moeten komen. Wat is Randstad? Dat is een ketting van steden. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht. Dus in het westen van Nederland, waar een bepaald taalgebruik optreedt. Hey, een bepaald dialect. Men noemt dat het polder-Nederlands. En dat komt het vaakst voor bij jonge carrièrevrouwen. Dus je zou kunnen denken dat dit veel kans maakt om door een jonge carrièrevrouw uit Randstad uitgesproken te zijn geweest. Dat tweede, alleen nog eentje dan. Daar wijst die op iets. Namelijk, normaal zegt men maar vanuit een soort van beleefdheid, omdat het beleefder is om je mond dicht te doen nadat je zegt, zeg je dus En dat blijkt het meest voor te komen bij Vlaamse jong, hoogopgeleide vrouwen, die er dus blijkbaar meer rekening mee houden dat dat beleefder is. Dus die wijst op Vlaams en hoger opgeleid, waarschijnlijk, en een vrouw. Dan heb jij dat hier al geproefd. Kun je een keer zeggen wat dat daarin zit? Ja, daar kun je uit afleiden dat dat een tussentaalspreker is. En welke tussentaal? Dat is dus Belgisch-Nederlands gecombineerd met standaardtaal. Een mengeling tussen Belgisch, Nederlands en dialect. Dus die tussentaal uit België. Dus dat is een Belg die dat gezegd heeft. Waaraan merk je dat? Dat zijn dialectische kenmerken, zoals de H die aan het begin van het woord wordt weggelaten, ebde. Dan ook die enclise, dus woorden die aan elkaar geplakt worden. De eind T die weggelaten wordt, wat dat daarin zit. Wat, ta. En de G-vorm is zeker Belgisch. Dus je kan heel wat afleiden daaruit. Wie lust er nog een lekker flesje bier? Dat is de je. De R-klanken eigenlijk, de Gooise R noemt men dat. Dat is dus een Nederlander, Nederlandse, waarschijnlijk een vrouw, een jonge vrouw, die dat gezegd heeft. Want dat is de Gooise R en dat was een R waarmee die jonge carrièrevrouwen zich afzetten tegenover de rest. Dus toonden dat zij tot een bepaalde groep hoorden. Hun hebben al te veel bier op. Dat lijkt op Johan Cruijff Nederlands. Dat is het ook, hè? Die hun in plaats van zij. Dat is typisch voor meestal lager opgeleide Nederlanders. Maar het wordt overgenomen door een groot deel van de Nederlandse bevolking. Het wordt meer en meer gezegd, hun hebben al te veel bier op. Maar het is oorspronkelijk dus uit de lager opgeleide klasse. Dan heb je kiezig bloeling. Ja, daar kan je gewoon op basis van de woordenschat uit afleiden dat we met een West-Vlaming te maken hebben. Ja, waarschijnlijk een man, omdat mannen rapper geneigd zijn om dialect te spreken dan vrouwen. Dus de kans dat het een man is, is iets groter dan dat het een vrouw zou zijn. Het is hier echt superleuk. Dan heb je super, ja, als die ui de gediftongeerd wordt, dan heb je kans dat het een Nederlandse is. Maar die super wijst alleszins op het feit dat het een vrouw moet zijn. Want vrouwen gaan dergelijke versterkende woorden rapper in de mond nemen. Ook gevoelsmatige woorden rapper in de mond nemen dan. Mannen. Wat maken? Ja, daar vragen Genkse jongeren elkaar hoe het gaat. Het is misschien wel de bekendste uitspraak uit het Cité's, een smeltkroestaal die is ontstaan door vermenging van het Belgisch-Nederlands met de talen van de immigranten, staat erbij. Ik kan het niet beter uitleggen dan dat. En dan hebben we nog zeg, wola heta, je gaat toch niet weg. Die woorden wijzen op Nederlands met Marokkaanse roots. Iemand die dus Nederlands is, maar wel Marokkaanse roots heeft. Oorspronkelijk was het dat, maar het wordt ook wel meer en meer door andere immigranten overgenomen vanuit een soort van imago weergeven. Dus ook om zich af te zetten tegenover andere groepen.
Dus je ziet dat die kleine taaluitingen toch heel wat vertellen over de gebruiker die ze uitspreekt. En dat is sociolinguïstiek. Oké, we hebben nu gezien dat taal afhankelijk is van verschillende sociale factoren, vandaar de term sociolinguïstiek. En één factor is natuurlijk ook leeftijd. We gaan eens dieper in op dat sociolinguïstisch gegeven, namelijk hoe verwerven kinderen hun taal, over welke fasen gaat dat dan, en welke aspecten zijn daarbij belangrijk. En het eerste wat we gaan doen is een luisteroefening bekijken, beluisteren dus eigenlijk, die normaal gezien dus in klas zou gehouden worden, maar die jullie nu op eigen houtje en op eigen tempo dus kunnen uitvoeren. Ik raad u aan om toch effectief naar het radioprogramma te luisteren en niet alleen te wachten op de antwoorden van de vragen. Ik ga de vragen eens in beeld brengen. Voilà. De vragen die je zal krijgen achteraf of die je zou moeten kunnen beantwoorden zijn, dus wat is de eerste stap in kindertaal? Is dat hetzelfde als de eerste huilgeluiden die baby's maken? Wanneer beginnen baby's te brabbelen? Heeft brabbelen al betekenis? Wanneer beginnen ze te begrijpen? En wat begrijpen ze dan? Wat is non-nutritive sucking experiment? Hoe verloopt zo'n experiment? Wat is brabbelen precies? Geef de definitie. Welke functies heeft brabbelen? Nummer 2. Wat is er te zien aan babygezichtjes dat aangeeft dat brabbelen al een taalfunctie heeft? Ik geef nu de tijd om dat eens te proberen. Noteer de antwoorden terwijl je luistert. Voilà, je hebt de luisteroefening gehoord, de aflevering van Jongens en Wetenschap. Als je goed geluisterd hebt, dan zou je de volgende antwoorden hebben moeten noteren. Dus zorg dat je ze nu zeker ook goed noteert, want dat is natuurlijk leerstof op het einde van het jaar. De eerste vraag, wat is de eerste stap in kindertaal? Wel, de eerste stap in kindertaal is brabbelen. Ik hoop dat je dat toch juist had, want dat is een woord dat heel vaak in de reportage naar voren kwam. Maar is dat hetzelfde als de eerste huilgeluiden die baby's maken? Nee, dat is niet hetzelfde als de eerste geluiden die baby's maken, want die zijn puur lichamelijk instinctief willekeurig. Dat is gewoon het genot van geluiden te kunnen maken. Brabbelen, daarentegen, is de eerste aanzet tot taal. Hey, de baby maakt nog geen betekenisdragende woorden, maar hij zet de eerste stap in het spreken door het combineren van klanken. En die klanken zijn altijd consonant-vocaal, zoals in ba-ba, da-da, bo-bo. Het is dus echt oefenen van klanken, van beginnen spreken. Van taal kan je nog niet spreken, omdat het nog geen betekenis heeft, maar het is wel de aanzet tot taal. En dat verschilt dus van de eerste geluiden die baby's maken. Wanneer begint dat brabbelen? Wel, dat begint van de 7e, 8e, 9e maand. Dat is natuurlijk moeilijk om daar een gemiddelde in vast te leggen. Dat verschilt van de ene baby tot de andere. Heeft brabbelen al betekenis, was de volgende vraag. Nee, ik heb het daarnet gezegd. Brabbelen heeft geen betekenis. Een kind bedoelt er niks mee, maar het oefent eigenlijk in het produceren van klanken. En vooral de moedertaalspecifieke klanken. Dat gaan we later nog zien. Dat een bijzonder aspect is in de taalverwerving, die moedertaalspecifieke klanken. Wanneer begrijpen ze dan? Is de volgende vraag, en wat begrijpen ze dan? Ja, begrijpen is nog iets anders dan zelf betekenisdragende woorden produceren. Ze begrijpen dus eerder dan dat ze zelf dingen gaan produceren. Begint rond de 8, 9, 10 maanden. Ze begrijpen daar blijkbaar toch al bepaalde woorden en ze begrijpen ook het verschil als je van begrijpen kunt spreken, tussen moedertaal en andere talen. Dat kunnen ze herkennen. Wat is non-nutritive sucking experiment? Wel, dat is een experiment waarbij men met een fopspeen de reactie van een baby meet op bepaalde taal die aangeboden wordt. En de baby verhoogt de zuigkracht telkens van klank veranderd wordt. Dus op die manier kunnen we zien dat een baby inderdaad de verschillende klanken kan onderscheiden. Als hij niet reageert door feller te zuigen wanneer er een klank verandert, ja, dan blijkbaar herkent hij dan nog dat verschil niet. Welke functies heeft brabbelen? Ja, het heeft twee functies, twee eigenschappen. Het is een combinatie van een consonant en een vocaal die men dus oefent. En er treedt ook reduplicatie op. Het is ook herhalen van dezelfde klanken. Dus het is eigenlijk vooral inoefenen en een aanzet tot eerste taalontwikkeling. Inoefenen en taalontwikkeling.
is dus eigenlijk het oefenen in moedertaalspecifieke klanken. Ik heb eigenlijk net uitgelegd wat brabbelen is. Het is oefenen in moedertaalspecifieke klanken. En oefenen ook van de mondspieren om bepaalde klanken dus te kunnen produceren. Het is eigenlijk fysisch oefenen om te leren spreken, maar dan vooral ook in tweede instantie de moedertaalspecifieke klanken. Hoe kan je aan babygezichtjes zien dat brabbelen al een taalfunctie heeft? Ja, je ziet dat omdat er bij brabbelen een lichte asymmetrie is van de mond naar rechts. En ook bij volwassenen is dat zo bij het spreken. En dat wijst op sturing vanuit de linkerhemisfeer. Onze hersenen, dat kruist blijkbaar naar onze mond toe. Bij glimlachen en emotionele dingen is de uiting, is de asymmetrie naar links. En bij neutrale geluiden is er geen asymmetrie, maar bij andere geluiden is er dat de asymmetrie naar rechts, als het kind dus taal herkent. Dus taal wordt bij de meeste mensen gestuurd vanuit de linker hersenhelft. En als ze brabbelen en die rechter kant van de mond, gezien het kruist, toont asymmetrie, dan duidt dat eigenlijk op taalgebruik. Voilà, daar waren de oplossingen bij, de luisteroefening. We gaan straks verder. Oké, we hebben de luisteroefening gehad waarin een paar termen werden aangereikt in verband met kindertaalverwerving. We gaan nu eens wat dieper in op de theorie aan de hand van een tekst. En de tekst heet, ik ga hem eens presenteren, Nederlands leren begint in de buik. Je ziet op de pagina die ik presenteer een aantal vragen staan. 6 vraagjes die je zou moeten overlopen en die je zou moeten kunnen beantwoorden na het lezen van de teksten op de volgende bladzijden. Ik raad u aan om die teksten echt eens eerst te lezen en te proberen die vraagjes te beantwoorden. Ik weet ook wel dat je de film kunt doorspoelen en gewoon luisteren naar bepaalde antwoorden, maar het is echt wel nuttig dat je die teksten leest met het oog op later, want je zal ze zeker nog eens moeten verwerken dan. Dus lees eens die teksten en probeer eens de vragen al te beantwoorden. Oké, ik neem aan dat je de teksten gelezen hebt. We gaan eens de vraagjes bekijken. Na de geboorte herkent de baby zijn moedertaal uit de duizenden. Leg uit hoe dat komt. Ja, dat heeft alles, de kernwoorden, heeft alles te maken met 2 kernwoorden, ritme en intonatie. Elke taal heeft, zijn, net zoals een muziekstuk, zijn eigen ritme, zijn eigen intonatie, zijn eigen klanken. En eigenlijk neemt de baby dat in zich op en wordt dat als een soort blauwdruk, een soort patroon opgeslagen in zijn hersenen. En op de duur krijgt hij dus voorliefde voor die patronen, voor die klanken. Dat begint eigenlijk al in de baarmoeder. Dus die blauwdruk zorgt ervoor dat hij voorliefde heeft voor bepaalde talen die dezelfde patronen vertonen als zijn eigen moedertaal. En op de duur gaat hij zelfs enkel naar moedertaalspecifieke klanken luisteren. Maar dat komt straks aan bod. Om juiste betekenissen aan woorden te koppelen, gebruiken kinderen een rekenvermogen. Ja, kinderen zijn eigenlijk wiskundig gezien genieën, zou je kunnen zeggen. Want hoe kunnen zij nu woorden onderscheiden? Dat is een heel moeilijke zaak, want wij praten met onze woorden aan elkaar geplakt. Wij slikken soms klanken in. Hoe in godsnaam kan een kind daar een woord, laat staan veel woorden uit distilleren? Wel, hij doet dat door te rekenen. Hij houdt bij hoe vaak klankencombinaties voorkomen. En als je aan een klankencombinatie komt die heel weinig voorkomt, dan is dat omdat dat van 2 verschillende klankenreeksen komt die aan elkaar geplakt zijn. Dus daar trekt hij dan een woordgrens tussen, want die klanken komen niet vaak na elkaar voor. En zo kan hij dus de verschillende klankenreeksen als woorden onderscheiden. Hoe plakt hij daar dan ook nog zijn betekenis aan? Dat heeft ook met rekenvermogen te maken. Hij houdt ook bij hoe vaak een klankenreeks gebruikt wordt in combinatie met bijvoorbeeld een voorwerp of een dier of een lichaamsbeweging. En op de duur weet hij, die klankenreeks hoort dus bij dat item. En zo kan hij bepaalde betekenissen aan bepaalde klankenreeksen linken. Toon aan dat zowel nature als nurture belangrijke factoren zijn. Het is een eeuwige discussie geweest in de taalkunde, maar men is het er nu over eens dat die beide uiteraard zeer belangrijk zijn. Nature betekent aangeboren, dus van nature uit. Wij hebben inderdaad hersenfuncties die aangeboren zijn en die ons in staat stellen om taal te verwerven. Hadden we dat niet gehad, dan zou het onmogelijk zijn om een taal, ingewikkeld als ze is, op zo'n korte tijd
te leren. We kunnen het als volwassenen al bijna niet als een vreemde taal moeten leren. Laat staan dat we het als baby zouden kunnen zonder een aangeboren systeem. Een blauwdruk die in onze hersenen zit met patronen, grammaticale patronen enzovoort. Nurture betekent dat het taalaanbod er ook wel moet zijn. Er moet taalcontact zijn. Je moet van je opvoeders taal aangeboden krijgen. Dus dat systeem, die taalmechanismen die al in je hersenen zitten, moeten ingevuld worden met concreet taalmateriaal. Dat kan om het even wat zijn. Dat kan Nederlands, Chinees, dat kan gebarentaal zijn ook. Maar je moet dus een taalaanbod hebben. Dus zowel nurture, opvoeding, taalaanbod, als nature, het aangeboren gedeelte, zijn belangrijk. Onder de tussentitel Kleine potjes hebben grote oren wordt het tomatisch effect uitgelegd. Leg uit wat dat effect inhoudt. Wel, dat heeft alles te maken met die moedertaalspecifieke klanken waar het kind een voorliefde voor heeft. Op de duur focust hij zich alleen maar op die moedertaalspecifieke klanken en zal hij de niet-moedertaalspecifieke klanken zelfs niet meer horen. Hij zal ze ook niet meer kunnen produceren. Dus na verloop van tijd verlies je het vermogen om klanken die niet in je moedertaal opgenomen zijn, om die gemakkelijk te produceren. Je kan het eventueel als volwassene nog aanleren, maar sommige klanken zijn totaal niet meer aan te leren, omdat je ze nooit hebt gehoord of aangeleerd hebt, omdat ze niet tot je moedertaal horen. Wij horen soms zelfs van vreemde talen, horen wij niet dat dat verschillende klanken zijn. Als ik zeg a thick man, or a thin, tin man, tin en thick, ja, ik overdrijf nu, maar die T klinkt voor vele mensen net hetzelfde. Het enige wat we dan zeggen is, ja, hij lispelt een beetje, we horen er misschien maar een klein verschil in, maar eigenlijk, als we erop letten, horen we dat verschil. Een Spanjaard bijvoorbeeld hoort ook geen verschil tussen een B en een V. Die hoort dat gewoon niet. In Chinees hoort geen verschil tussen een L en een R. Dat zijn dus, dat is het automatisch effect, dat je eigenlijk alleen maar je nog richt op moedertaalspecifieke klanken en die vreemde klanken zelfs niet meer kunt horen of zelf produceren. Wat is motherese, ook wel child-directed speech of mama-taal genoemd? Ja, het woord zegt het eigenlijk zelf. Dat is de taal, ook wel baby-talk genoemd. Dat is de taal die ouders tegenover een kind gebruiken. Dat is heel specifieke taal die het kind wel nodig heeft om taal te verwerven. En die, de ouders zijn goede pedagogen, hè, die gekenmerkt wordt door veel herhaling, door een heel andere toonhoogte, door uitbeelden terwijl hij dingen zegt. Dus dat specifieke taaltje dat ouders gebruiken ten opzichte van baby's. We gaan daar straks nog een reportage over zien met wat meer kenmerken. En tenslotte geeft schematisch weer welke stadia een baby, peuter, kleuter doorloopt in het verwerven van taal. Ja, daar zou je best goed notitie van nemen. Je krijgt het ook hier wat aangeboden in die tekeningen. Maar het gaat dus over het feit dat het begint bij brabbelen. Rond de 6 à 7 maanden. Wat doet het kind? Het richt eigenlijk, in zijn eerste levensfase, richt het zijn blik op de ogen van de mama, van de papa. Later naar de mond. En het is op dat moment dat het ook ziet hoe klanken gevormd worden. Dus het bootst dat zo wat na. En het heeft veel plezier in het creëren van die klanken. Dat is nog niet betekenisvol, totaal niet. Maar het is wel, men noemt dat dus brabbelen, dat hebben we daarnet ook al gezien. En geleidelijk aan wordt dat dus moedertaalspecifiek, die klanken die het produceert, de baby. Geleidelijk aan ook worden daar dus betekenissen aan gekoppeld, doordat die combinaties van die klanken, zoals ik daarnet uitgelegd heb, frequenter voorkomen dan andere terwijl men naar een voorwerp verwijst of naar een lichaamshouding of weet ik veel wat. Of naar een dier enzovoort. Rond het eerste jaar dan, dat is de volgende fase, komt de fase van de één lettergreep woorden. Dus het begint woorden te maken. Dat zijn woorden die bestaan uit één lettergreep, waarvan meestal ook nog de eindklank is weggevallen. Langzamerhand worden dat dan volwaardiger lettergrepen en gaat men zelfs lettergrepen aan elkaar gaan plakken en krijg je dus meer lettergrepige woorden. Maar het zijn één woordzinnetjes. Het kind, de baby, produceert eigenlijk alleen nog maar zinnen die uit één woord bestaan. Dus een woord als mama kan van alles betekenen. Het kan betekenen mama is weg of mama moet komen enzovoort.
rond anderhalf jaar à twee jaar treedt dan de fase van de tweewoordzinnen op, dus waar het kind combinaties gaat maken met woorden en eigenlijk heel kleine, eenvoudige zinnetjes gaat maken, die ook wel voor interpretatie vatbaar zijn natuurlijk. En als het ook met meer woorden dan wat later, rond de drie jaar, gaat werken, dan komen daar dus ook werkwoorden bij die het heel systematisch en heel eenvoudig en heel vaak ook verkeerd gaat vervoegen. En eigenlijk begint dat ook met het werkwoord doen, heel vaak. Dus het zijn nog niet een grote variatie aan werkwoorden, maar het begint met het werkwoord doen. Voilà, dat zijn de stadia waar het kind doorheen moet om taal te verwerven. Volgende oefening moet je zelf maar eens bekijken. Het is eigenlijk geen echte oefening, maar er staat een luikje over kind en gezin over taalverwerving. Er staat op de lesmaterialen site een video van kind en gezin over fasen in de taalverwerving. Het is ook heel handig als je dat eens bekijkt en daar relevante nieuwe info over noteert. Ik ga er ook vragen op overstellen. Dus je zou dat echt wel eens moeten bekijken. Ik ga dat nu niet overlopen. Dat is wat jullie zelf eens moeten doen. Dan nog wat theoretischer. Er staat nog een tekst die je nu eens zou moeten lezen ook. En waarvan je dus de vragen zou moeten beantwoorden hier. Kan een foetus horen in de baarmoeder? 10 dagen na de geboorte treedt een korte dove fase enzovoort. Je zal merken dat er wel wat herhaling in zit van wat we al gezegd hebben. Maar lees eens die tekst, beantwoord eens de vragen en dan komen we straks terug om ze te beantwoorden. Voilà, de vraagjes bij uw kind is een talenwonder. Waarom is het kind een talenwonder? Ja, de hele tekst gaat over het feit dat kinderen echt wel genieën zijn. Als je bekijkt hoe zij op heel korte tijd taal verwerven, natuurlijk. Maar de vraagjes bekijken. Ik ga het weer delen met u. Als ik het onmiddellijk vind hier. Ja. Kan een foetus horen in de baarmoeder? Reageert het hier al op? Ja, het is dus aangetoond dat foetussen inderdaad in de baarmoeder al horen, omdat het geluid geleid wordt door de beenderen en het vruchtwater van de zwangere mama. En het kind kan eigenlijk al klanken, patronen en intonaties, ritmes enzovoort. Daardoor wordt het daaraan gewend. Kan het dat ook onderscheiden en gaat het dus? Is dat eigenlijk de eerste aanzet om van zijn eigen moedertaal te houden, om daar een voorkeur voor te hebben? Leg uit, 10 dagen na de geboorte treedt een korte, dove fase in. En welke rol spelen de ouders hierbij om dat dan terug goed te maken? Zou de volledige vraag moeten zijn natuurlijk. Ja, die dove fase, als het kind geboren is, dan moet dat oor, dat gehoor, gewoon worden aan een andere manier van werken. Het werkt dan via luchttrillingen in plaats van via dat vruchtwater en de beenderen. En dat heeft zijn tijd nodig natuurlijk. En ouders spelen daar een cruciale rol in, omdat zij met dat kind praten en dat gehoor dus stimuleren om het op een andere manier aan te pakken. Op den duur wordt dat dus, zoals daarnet gezegd, moedertaal specifiek. En non-verbale communicatie is daarbij heel belangrijk, omdat door die non-verbale communicatie natuurlijk op den duur woorden met betekenissen gaan geassocieerd worden. We hebben al gezegd dat kinderen rekenaars zijn, dat ze die klankenreeksen onthouden, maar de stap waarbij die klankenreeksen ook aan betekenissen gelinkt worden, dat heeft alles met de input van de ouders te maken. Hun non-verbale communicatie, die eigenlijk de verbinding legt tussen betekenis en woord. Hoe komt het dat wanneer een baby voor de eerste maal mama zegt, dat dat eigenlijk niets betekent? Ook dat hebben we al gezien in de vorige tekst. Het is eigenlijk gewoon het genieten van het brabbelen, het klanken produceren. Een kind kijkt naar de mond van de ouders. In eerste fase is dat naar de ogen, maar later naar de mond. En brabbelt dat eigenlijk na, daar zit geen betekenis in. Maar het is wel het begin van taal, omdat het dus die moedertaal specifieke klanken aan het oefenen is. En het is dus nog betekenisloos, dat had ik gezegd. Ja. Wat is overstretching? Overstretching is het overuitrekken, eigenlijk letterlijk vertaald. Dat gaat over het abstraheren van begrippen, waarbij de categorie die het kind dan onder een woord verstaat veel te groot is. Bijvoorbeeld in plaats van hond
Of onder het begrip hond klassificeert het alle dieren met vier poten. Wat een veel te grote categorie is natuurlijk. En het is eigenlijk verbazingwekkend hoe een kind dan toch tot de juiste categorieën komt op de duur. Want bijvoorbeeld een Saint-Bernardshond, die lijkt al even goed op een tackle als een Saint-Bernardshond lijkt op een paard. En toch snapt het kind dat zowel die Saint-Bernardshond als die tackle, dat dat beide honden zijn. Dus dat is eigenlijk een knap staaltje van abstractie. Welke weg wordt afgelegd van het horen van het woord hond tot het uitspreken van dit woord? Ja, dat zijn receptieve en productieve vaardigheden die het kind daar moet hebben. Het eerste, het horen van het woord hond, ja, hij hoort het al door beide oren op een licht verschillende wijze en toch wordt het op een correcte manier ergens in de hersenen opgeslagen. Daar waar betekenissen van woorden worden opgeslagen, bij de meeste mensen is dat de linker hersenhelft. En dan het moment dat hij het woord zelf nodig heeft, dan moet hij dat dus die betekenis uit die hersenen halen. Vanuit dus de correcte opslagplaats moet hij daar een goede intonatie en klemtoon aan geven. Dat is een ander deel van de hersenen. En moet hij dan ook weer met nog een ander deel van de hersenen en behulp van de spieren, moet hij daar een klankenreeks bij produceren. Dat is op zich al heel ingewikkeld, maar het wordt natuurlijk nog ingewikkelder als het over meerdere woorden gaat, want dan moet hij dat proces voor meerdere woorden doen en komt daarbij ook nog eens de grammaticale regels die weer in een ander deel van de hersenen zitten. De gevoelsmatigheid soms die ook weer in een ander deel van de hersenen zitten enzovoort. Dus er zijn tal van hersendelen die samenwerken en eigenlijk is uw kind dus effectief een talenwonder, kan men zeggen, want ja, op zo'n korte tijd zulke mechanismen zo snel onder de knie krijgen, dat is toch wel verbazingwekkend. Voilà. Er staat onder puntje 5 een fragment uit Man over Woord over baby talk. Bekijk dat eens. Dat is nog een grappig stukje. En noteer eens de kenmerken die daar gegeven worden aan wat baby talk of motherese, wat dat precies is. Welke kenmerken worden daar gegeven? Je kon in de korte reportage zien wat de kenmerken waren van zo'n baby talk of motherese. Eerst en vooral, dat is geen taal op zich. Het is een taalregister. Wat wil zeggen dat dat eigenlijk gewoon een variant is, een heel eenvoudige variant wel, die je kiest op basis van een bepaalde situatie of op basis van de persoon waarmee je spreekt, als je dan al van spreken kunt praten hier. Ja, we kunnen dat linken aan ons idee van accommodatie, maar daar kom ik ook subiet nog op terug bij een van de kenmerken. Dus je past je eigenlijk aan je gesprekspartner. Wat zijn er nog kenmerken? Men gebruikt een hogere stem. Dat heeft alles ook met die accommodatie te maken. Je past je aan degene met wie je spreekt, gewoon om die op zijn gemak te stellen, of om in dezelfde sfeer te komen als je gesprekspartner. Dus dat is pure taalaccommodatie. Wat er ook heel vaak voorkomt in kindertaal zijn klanknabootsingen of onomatopeën. Waarom is dat? Omdat ja, een kind gemakkelijker een associatie kan leggen tussen die klankenreeks die een klanknabootsing is en die dus eigenlijk in zich ook al een stukje betekenis inhoudt. Gemakkelijker om te combineren met een bepaald begrip dus. Want eigenlijk zit de betekenis ook al een stukje in de klankenreeks. Als ik zeg broem broem, dan zit daar een betekenis in van dat ding doet broem broem. Wat er ook heel vaak in baby talk voorkomt of in motherese is herhaling. Dat is gewoon een didactisch principe. Hoe vaker je dingen herhaalt, hoe beter ze beklijven, hoe beter ze binnen het geheugen van het kind blijven. Dan geen werkwoorden, tenzij doen. Dus men substantiveert het werkwoord zelf, bijvoorbeeld slapenkus doen. Slapenkus is eigenlijk een zelfstandig naamwoord dan slaapjes. En men plaatst er doen achter. De substantivering met het werkwoord doen. Wat is het voordeel daarvan? Ja, het kind moet die ingewikkelde werkwoordsvervoeging niet leren. Je moet maar één werkwoord kennen. En een laatste kenmerk is dat ook een didactisch principe, je stelt vragen en je geeft zelf het antwoord. Dat is niet hetzelfde als een retorische vraag. Het is gewoon een vraag waarbij je zelf het antwoord geeft. Dat is een didactisch principe. Het kind kan zelf het antwoord niet geven en dus doe jij het maar.
Tot daar het stukje over kindertaalverwerving. We zijn nog altijd bezig met sociolinguïstiek, waarin we dus verschillende sociale factoren behandelen die invloed hebben op de taal. En het volgende stukje na de kindertaalverwerving is regionale taalvariatie. Bekijk eens het stukje van Man over Woord over de curryworst. Daarin worden de verschillende dialecten opgesomd. Je zou moeten weten welke dialecten Vlaanderen kent. Noteer dat. Ik ga daar niet meer over lopen. Bekijk gewoon eens dat filmpje. Het duurt niet lang. En bekijk ook eens de reportage met Johan Taaldeman over dialecten. Dan kom ik straks terug om met u die vragen eens te behandelen die erbij horen. Even de vragen van Johan Taaldeman over dialecten behandelen. Noteer goed, hè, want je krijgt dus de notities niet. Wat is het verschil tussen een dialect en een standaardtaal? Ja, dat is gewoon een kwestie van perceptie. Daar is eigenlijk geen verschil. Een dialect is een volwaardige taal. Een standaardtaal is een volwaardige taal. Die zijn allebei grammaticaal, qua woordenschat, qua morfologie, op alle vlakken even ingewikkeld. Dus dat is gewoon een kwestie van perceptie. Hij spreekt wel van een army, van a language with an army and a navy. Wat bedoelt hij daarmee? Ja, de standaardtaal heeft eigenlijk gewoon het geluk gehad dat de gevestigde waarden zich daarachter geschaard hebben. Als je de geschiedenis van het Nederlands herinnert, was dat bij ons in de tijd dat Vlaams-Brabant het culturele en economische centrum was, ja, werd die taal dus gepromoot. En vandaar dat dus het huidige Antwerps, Brabants, dat het beste op het standaard Nederlands lijkt. Dat is gewoon de taal die toen een army en een navy had en die eigenlijk doorgebroken is, om het zo te zeggen, als standaardtaal. Waarom gaan de dialecten achteruit? Welke twee factoren worden genoemd? Ja, de twee grote factoren die Taaldeman noemt zijn dus mobiliteit. Het feit dat wij ons meer en meer kunnen verplaatsen. In tijden van corona iets minder. Maar de regio's waar de mobiliteit het grootst is, daar gaan dialecten het felst achteruit. Je merkt dat ook binnen de idee van verkavelingsvlaams. Die tussentaal die er komt op verkavelingen. Omdat, omwille van de mobiliteit, mensen verhuizen naar andere gemeenten, gaan daar op verkavelingen wonen. En dan zoekt men naar een bovenliggende taal, dan gaan die dialecten die verdwijnen. En een tweede factor is de geletterdheid. We gaan allemaal meer naar school dan vroeger. En dus komen we meer in contact met die algemene standaardtaal, leren we die ook op een goede manier te gebruiken, enzovoort, enzovoort. Dus die geletterdheid zorgt er ook voor dat dialecten verdwijnen. Maar waar Taaldeman het rapport van de UNESCO tegenspreekt, UNESCO zegt dat er zeer veel talen bedreigd zijn in hun voortbestaan, vooral de dialecten. En ze noemen onder andere Limburgs en West-Vlaanderen, West-Vlaams, als een van de meest bedreigde talen. Dat spreekt Taaldeman tegen. Hij zegt dat net samen met het Antwerps, waar de taal ook nog vaak van vader op zoon of van moeder op dochter of weet ik veel wat wordt doorgegeven, dat Limburgs en West-Vlaams net van de meest vitale talen zijn nog, omdat daar nog het meest, inderdaad, thuis die dialecten gesproken worden. Wat is voor Taaldeman het grote argument om opvoeding in het dialect te promoten? Hij promoot eigenlijk niet op puur opvoeding in het dialect, hij promoot de tweetaligheid. Dus hij promoot het feit dat je naast de standaardtaal ook nog dat dialect hebt. Maar dan moet je wel consequent zijn natuurlijk. Dan moet je bijvoorbeeld thuis dialect spreken, op school standaardtaal. Dan zijn dat twee verschillend apart gehouden taalvarianten. En wat is daar het grote voordeel van? Dat je talenknobbel, noemt hij dat, gemasseerd wordt. Dat je taalinzicht kweekt, omdat je eigenlijk meertalig bent dan. Je leert dan in bepaalde situaties een andere taalvariant te gebruiken, eventueel met andere regels. Dus je wordt eigenlijk gemasseerd in je denken over taal. Dus opvoeden in het dialect is helemaal niet slecht. Voilà, dat waren de vragen bij Johan Taaldeman over dialecten. We gaan eens fragmenten bekijken bij Man over Woord over dialecten. Dat is het volgende item in de cursus. Er staan een reeks vragen. Bekijk eens die reportages, je moet ze zeker bekijken. En dan gaan we de vragen eens samen overlopen. Je hoeft ze nog niet te noteren, maar bekijk zeker de reportage. Anders zal je, denk ik, niet altijd goed snappen wat ik aan het zeggen ben, als dat nu al het geval is. Goed, je hebt de fragmenten over de verschillende dialecten bekeken. Er zijn er een paar de revue gepasseerd. We gaan eens de vraagjes bekijken daar rond.
Hoe spreken de West-Vlamingen de G en de H uit? Je hoort dat ik soms ook moeite heb, hè? Wij hebben dat allemaal. Wel, we spreken de H niet uit, heel vaak, als we dialect spreken natuurlijk. En we spreken de G als een H uit. Dat is ook elders het geval op verschillende plaatsen. In Oost-Vlaanderen heeft dat ook, maar het verschil is dat het in West-Vlaanderen een veel ouder verschijnsel is en dat de G dan ook nog eens, zoals je mij nu hoort zeggen, de G is dan ook nog eens veel zachter. En dus onderscheidt de West-Vlaming zich wel sterk van andere dialecten op dat vlak. Hoe komt het dat West-Vlamingen dan de H als een zachte G kunnen uitspreken? Wel omdat er geen verschil is. Het zijn twee aparte klanken en we weten in welke context we welke klank gebruiken. En dus is er eigenlijk geen spraakverwarring. Wij gebruiken ze niet door elkaar, er is eigenlijk gewoon een verschuiving in die klanken. En wat is hypercorrectie? Als een West-Vlaming probeert standaard Nederlands te spreken, hij doet echt zijn best, dat heb je bij die misverkiezingen ook wel gezien, dan gaan we overdrijven. En dan gaan we die G als een heel harde G uitspreken. Of de H ook als een G uitspreken. Dus we overdrijven eigenlijk. We denken dat we goed verbeteren, maar eigenlijk overdrijven we en verbeteren we dat op een slechte manier. Dan het Gens. Leg uit waarom Gent een uniek dialect is tegenover de rondliggende plattelandsomgeving. Wel, Gent is het enige dialect van de dialectgroepen die we kennen, die een eiland vormt. Antwerpen, dat Antwerps verspreidt zich, wordt groter, deint uit, terwijl het Brugs is aan het inkrimpen en is aan het verdwijnen, maar het Gens, dat blijft een eiland. Het is letterlijk zo, als je uit Gent wegtrekt, dat je een breuk ziet in taalgebruik. Je hebt dat ook gezien in de reportage. Als we naar Zwijnaarden te voet gaan, dan merk je al onmiddellijk een ander taalgebruik eens je in Zwijnaarden bent. Vertel de stadslegende over de langgerekte klinkers in het Gentse dialect. Ja, er wordt in de vraag al aangegeven dat het een stadslegende is. Het is natuurlijk een stadslegende, omdat het niet waar is. Hè. Taal evolueert niet zo snel. Die man had het over de industriële revolutie. Taal evolueert veel trager dan dat. Maar het verhaal was dat dus die langgerekte klinkers kwamen vanwege de weverijen en andere fabrieken waar men over de machines heen naar elkaar moest roepen. En dat dat dan zo in het Gens is binnengeslopen, dat kan niet in die korte tijd natuurlijk. Een ander kenmerk van het Gens, dat je zeker allemaal kent, is die gebrouwen R, begroot, zoiets, begroet. Dus die ge, die eigenlijk meer in de keel zit dan dat het een tongpunt R is. Dus de brouw R, de gebrouwen R. Noem drie opvallende verschillen tussen Gens en Zwijnaards. Wel, ja, dus het eerste kenmerk dat verschilt is dat in het Gens die klinkers langer zijn, zoals in Lupe, terwijl het in het Zwijnaards Loepen is of zoiets, Loepen. Dus veel kortere klanken. De T van het Gens wordt heel vaak een D in het Zwijnaards. Zitten wordt zijden. En de diftong of tweeklank is ook heel vaak anders in het Gens. Ik weet nu niet meer wat het voorbeeld was, maar dus fijn en fin, ja, dat was het voorbeeld. Fijn in het Engels, fijn, iets wat meer diftongeert dan in het Zwijnaards fin. Ja? Dus dat Zwijnaards neigt op dat vlak meer naar het West-Vlaams. Dan over het Antwerps. Wat beweert Bekanus en welk argument haalt hij aan? Geef zijn bewijsvoering weer. Wel, hij beweert dus dat Antwerps dat de oertaal is. Dat dat de taal is van het aards paradijs. Dat dat de taal is waaruit alle andere talen ontstaan zijn. Omdat het een volmaakte taal is. En hij geeft daar twee redenen voor. Namelijk, het is een één-op-één relatie in het Antwerps tussen vorm en betekenis. Je kan aan de vorm van een woord zien wat de betekenis is. En als je dat woord omkeert, dan heeft het ook de omgekeerde betekenis. Zoals top wordt pot en alp wordt pla, als je het omkeert. Net zoals als je een top omkeert, heb je een kommetje. Dus top en pot, dat zijn twee tegenstelde woorden. En de betekenis, als je die omdraait, wordt die dus ook
als je het woord omdraait, wordt de betekenis dus ook omgedraaid. En een tweede argument is dat je met die basiswoorden, die dus een één-op-één betekenis hebben, dat je daar ook, dat de bouwstenen zijn voor alle andere woorden, als je die aan elkaar plakt, dat de betekenis van het woord dat je dan bekomt, dat dat eigenlijk de som is van de betekenissen van de onderdelen. Zoals in varken, varken. Ver komt van ver en ken komt van kennis. Dus een varken is ver van de kennis. Dus je kan eigenlijk aan de bestanddelen, volgens Becanus, van een woord zien wat de totale betekenis is. Dat is natuurlijk nonsens, maar toch is Becanus desondanks revolutionair en pionier, want hij heeft de idee van taalverwantschap in de taalwetenschap binnengebracht. Hij heeft de idee dat talen van elkaar kunnen afstammen binnengebracht. En dat is natuurlijk zeer waardevol gebleken. We weten dat nog uit onze geschiedenis van het Nederlands eerste trimester. Dan het Limburgs. Waarin komt het Limburgs overeen met het Chinees? Het woord dat je daar natuurlijk moet bij onthouden is toontaal. En wat betekent dat? Dat een verschillende intonatie bij een woord ook een verschillende betekenis oplevert. Bij ons in het West-Vlaams is dat niet het geval. Als wij boom zeggen of boom of boom, dan blijft het betekenis boom. Terwijl in het Chinees en ook in het Limburgs levert een andere toon, een andere intonatie, een andere betekenis op. En men spreekt dan van stoottonen en sleeptonen. Een sleeptoon, dat is een toon die sleept, die dus veel langer is en die lichtjes aan naar boven gaat op het einde. Zoals in ook. Terwijl een stoottoon is kort en gaat naar beneden. Zoals in ook. Ja, en dus ook is, of oog moet ik eigenlijk zeggen, is Nederlands, is het Limburgs voor het Nederlands ook. En oog is voor oog. Dus eigenlijk is dat hetzelfde woord dat met een keer met een sleeptoon en een andere keer met een stoottoon wordt uitgesproken en daardoor een andere betekenis geeft. En die verschillen in tonen kunnen ook grammaticaal zijn. Bijvoorbeeld het verschil tussen een sleeptoon en een stoottoon kan ook zijn. De sleeptoon gebruikt men voor het enkelvoud, terwijl de stoottoon voor het meervoud wordt gebruikt. Voilà. Dat is wat betreft die reportage over dialecten. Het volgende puntje is de Volt-discussie. Die zou je zelf eens moeten bekijken. En daarvan de argumenten van beide partijen noteren. Daar zelf een schema van maken. Ik ga je daar geen oplossing voor geven. Dat is zelfstudie. Maar het gaat daarover, kunnen wij tussentaal, kunnen wij dat eigenlijk tolereren op de televisie en de media? Heeft dat een nadeel? Moeten wij standaard Nederlands promoten enzovoort. Noteer daar dus de verschillende argumenten. En dan het laatste is ook zelfstudie. Een reportage, radioreportage van Jan Houtekiet, die je vindt op de lesmaterialen site, waar het gaat over verschillen tussen Vlaanderen en Nederland. Het is wel leuk, want Houtekiet geeft, of heeft een zin opgegeven, een Vlaamse zin die door Nederlanders moest vertaald worden. En ja, blijkbaar leverde dat wel hilarische misverstanden op. Er zijn een aantal vragen bij die je gewoon op je gemak kunt beantwoorden als je het luisterfragment eens erbij neemt en nu en dan een stop zet. Dan moet je dat zeker lukken. Het is niet zo moeilijk. Maar dus ook dat is zelfstudie en ga je er geen oplossing van krijgen. En daarmee stop ik deze les. Er komt nog een stukje andere taalvariatie dat ik er nog zal aanbreien. Mannenpraat en vrouwentaal, dus verschil tussen man- en vrouwentaal, jongerentaal, politiek taalgebruik. Het is niet zeker dat we dat nog gaan zien. Het hangt een beetje af van het verloop, of we nog tijd zullen hebben. Want eigenlijk hebben we daar het meeste wel al over besproken. En hebben jullie met dit hoofdstukje nu toch gezien wat je zou moeten zien. Ik hoop dat je het allemaal een beetje goed verwerkt hebt. Bekijk zeker, als je het niet gedaan hebt, bekijk zeker ook de fragmenten. Lees de teksten, want ik ga ook vragen stellen uit die teksten die hier niet onmiddellijk aan bod gekomen zijn. En die, ja, het zijn geen details, maar je doet er toch best aan om het ook eens te lezen. Het zal het u veel gemakkelijker maken ook tijdens de verwerking voor het examen. Dat er waarschijnlijk toch wel aankomt. Een of andere vorm van ondervraging zal er wel zijn op het einde van het jaar. Voilà, u hoort dat mijn stem bijna weg is, dus ik ga er best mee stoppen. Ik hoop dat je het dus goed kunnen verwerken.
Als je een vraag hebt, als er iets niet duidelijk is, mag je dus mij altijd contacteren, zoals je zegt. Voilà, probeer nog wat te genieten van andere dingen dan school. Ik hoop dat ik u niet al te zwaar belast heb hiermee, maar je hoeft dus verder, als je dit verwerkt hebt en notitie genomen hebt, hoef je daar dus voorlopig verder niks mee te doen. Voilà, dankjewel.